tijd. Die dan een jurk koopt en dan hangt hij het eerst nog 2 jaar in de kast, omdat ik hem eigenlijk de morgen weer om aan te doen. Zo ben ik, het is echt afschuwelijk. Daardoor heb ik elke keer dezelfde kleren aan. Dan heb ik, ik heb echt een bomvolle kast die explodeert echt. Het is ook een soort kruising tussen Cruella de Vil af en toe, hè? Dat je... Ja, ik dacht voor de cover ook. My love for the ones that feel look at her with her eyes like a flame. She will love you like a flame, never love you. Ik vind het heel mooi om naar mensen te kijken die zich heel modieus kleden. Ik vind het moeilijker om mijzelf modieus te kleden. Ik vind het gewoon heel lekker om lekkere kleren aan te hebben. Terwijl soms dan krijg je iets aan wat gewoon heel groot van mooie kwaliteit heeft en heel mooi is. En dan merk je opeens hoe het je op kan leven. Dus dat het je echt iets heel extra's kan geven. Daarom vind ik de mode ook een... mooi. Ja, het is niet zo dat ik er altijd hip bij loop. Ik vind mode ook, mode is per definitie niet duurzaam. Je moet elk seizoen dus iets nieuws kopen. Dus mode maakt je wijs dat die spijkerbroek die je nu hebt echt niet meer kan. Maar ik vind op zich kleding en mooie, mooi ontworpen dingen vind ik wel als smullen natuurlijk. Het is niet dat ik alleen maar dat spelen zou kunnen. Ik vind het ook leuk om andere dingen uit te proberen. Dat wilde ik vroeger altijd, een boek schrijven. En dat ben ik nu aan het doen. Dus... Waar gaat het boek over? Over de dood een beetje. Ja, helemaal niet vrolijk. Maar een roman? Of een... Ja, een roman. Gewoon een verhaal. Helemaal niet autobiografisch. Ik heb het gewoon verzonnen. Heb je een titel? Maar die zegt toch niets. Spannend, want een boek schrijven. Wow. Ja, het is echt te gek. Maar het was een beetje... Ik had het bedacht. Ik had er maar 2 maanden voor vrijgenomen. En toen halverwege dacht ik, ja... Oh mijn god, wat hou ik in mijn hoofd? Waar ben ik aan begonnen? Sommige mensen die... Alsof ik zo halverwege een soort Kilimanjaro sta. En ik naar beneden kijk en denk, oh, wel hoog. En naar boven, ja, ook hoog. Shit. Ik hou gewoon heel erg van mooie kleren en mooie zonnebrillen en mooie schoenen. Ik trek ook altijd, gelukkig altijd de duurste dingen uit te trekken. Ja, gewoon mooie stoffen. Ja. In het buitenland ook? Moet het buitenland? Nee. Als het toevallig dat je toevallig iets doet in het buitenland, vind ik dat leuk, maar het is niet... Nee, ik ben ook niet goed in de talen en dan moet dat echt op mij schaven. Ja. Maar ik vind ook, ik wil gewoon dingen doen die ik leuk vind en die mag ik hier doen. Dus dan denk ik, ja, kan ik wel naar L.A. gaan of zo en daar proberen. Maar ja, ik kan hier gewoon kiezen wat ik wil, dus waarom zou ik dan? Ik hou wel van elegant en sierlijk en chic. Vooral chic, heel chic, ja. Nee, ik hou eigenlijk meer van oudere stijlen, ook een beetje jaren 20 dingen of zo terug laten komen. Of, Okay, ook wel echt vrouwelijk, mooie tailles en goede hoge tailles en zo.